droom die werkelijkheid is geworden. Eindelijk wordt het gewoon Olympisch. Ik zat wel vanaf 2005 eigenlijk te wachten. En toen ik het hoorde, ja, ik denk dat ik gewoon precies zelfs die andere meiden super blij was. Aan de ene kant vond ik het ook jammer dat het niet in elk gewichtklasse zo was. Het is alleen helaas in 3 gewichtklassen. Maar ik was heel erg blij dat het eindelijk voor de dames Olympisch wordt. Ja, daar zaten we de hele tijd te wachten. Het is echt een droom die werkelijkheid is geworden. Ik zit daar een beetje middenin. Ik heb mijn explosiviteit en mijn snelheid moet ik het ook gaan maken. Dus ik moet gewoon, ja, het is niet gewoon, maar de stoten ontwijken, snel opzij stappen en op reageren. Dat is eigenlijk waar ik op moet gaan letten. Stoten weg, in en uit, in en uit. Het enige verschil is dan eigenlijk dan, misschien een klein verschil, dat ze iets zwaarder zijn. Sommige tegenstanders zijn iets langer. Maar er zijn ook heel veel dames die ook vanuit mijn gewichtklasse zijn begonnen en die naar de 75 gegaan zijn. Ja, een voorbeeld daarvan is Mary Spencer, de Canadese wereldkampioen, drievoudig, daar heb ik van gewonnen. Ja, en die bokst ook in de 75. Dus ja. Gemaakt worden wie in de 75 mag blijven. En de kwalificatietoernooi is in mei, dus China. Dus ja, daar zijn we natuurlijk nog aan het flink aan voor trainen en we moeten voldoen aan de kwalificatie-eisen. Maar ik denk dat het voor vrouwenboksen, ja, het is natuurlijk de eerste keer in Londen. Het zal heel veel, denk ik, heel veel aandacht besteed worden. Nu kunnen de dames eindelijk bewijzen dat we net zo goed kunnen boksen. Misschien nog wel mooier dan de jongens.